Hebben Bridget en Rachel nog steeds contact nadat ze het uitgemaakt hebben met André? Over Monique laat Rachel niet zoveel los, maar toen Bridget in het leven van haar zoon André was, sprak ze vol liefde over haar schoondochter. Ze beschouwde haar zelfs als vriendin, de twee hadden de grootste rol samen. Iets wat na de relatie, die amper 100 dagen duurde, nog steeds zo is. Zo blijkt op een foto op Instagram, Rachel en Bridget, allebei hondenliefhebbers, hebben elkaar weer gezien. Rachel kwam haar nieuwe hondje Zoe aan Bridget laten zien in de winkel, Melting Pot, van de ouders van de presentatrice. Op Instagram zien we de viervoeter lekker in een tas van Louis Vuitton zitten. Bridget en Rachel hebben na de breuk dus nog steeds contact met elkaar. Logisch ook, want indertijd zei Bridget tegen vrouw hoe blij ze met haar toenmalige schoonmoeder was. Ik vind haar enig, we zijn met z'n allen naar Rome geweest voor Bridget en Leon's travel tips en hadden, zoals Rachel zei, de grootste gein. Ik had het echt leuk met haar, we belden ook los van Dre, ook nu is de liefde dus nog niet over. Wel tussen Bridget en André, dat is definitief voorbij, nadat de twee er een punt achter hadden gezet, hebben ze geen contact meer gehad met elkaar. Ondertussen zijn André en Monique alweer een poos samen, ze genieten van het gezinsleven. Achter hadden gezet, hebben ze geen contact meer gehad met elkaar. Ondertussen zijn André en Monique alweer een poos samen, ze genieten van het gezinsleven.